Hey, ik ben Gwen. Jens, 26 jaar. Tom de Kok, ik werk voor M&M. Ik ben Bruno Belille. Ik ben Ilke. Ik ben net gaan samenwonen met mijn liefje. Ik ben al 10 jaar samen met mijn echtgenoot. Ik ben Marijke, ik ben 42 jaar. Ik heb een vriendin. Ik heb een relatie met Griet. Samen met mijn man Koen heb ik een zoon mogen adopteren. Zeer trotse papa, alleen vaker. Van mijn dochter die als mijn. We hebben samen 2 kindjes. Bas is 5 jaar en Tuur is 3,5 jaar. Mijn kinderwens ben je toch een beetje te proebelen. En daarom heb ik een heel pak vragen. Wat ging er door jullie heen toen jullie te horen kregen dat jullie ouder werden? We hebben eigenlijk voor adoptie gekozen omdat we zagen niet zoveel andere oplossingen. Zelf een kindje maken is nogal moeilijk als 2 mannen natuurlijk. Een draagmoeder. Bon, het is, je spreekt ook van meer dan 10 jaar geleden. Hè? Dus dat betekent, de informatie daarover was eigenlijk bijna niet voorhanden. We vonden het ook een beetje moeilijk om eigenlijk aan een vrouw te gaan vragen van wil jij eigenlijk een kindje voor ons dragen en het dan afstaan? Ik heb niks tegen draagmoederschap, maar voor onszelf hadden we het gevoel van dit is niet wat wij willen binnen onze relatie. En dan gingen we voor adoptie. Dan hebben we eerst informatie gevraagd voor binnenlandse adoptie, omdat iedereen tegen ons zei van kijk, dat is de enige mogelijkheid. Buitenlandse adoptie voor homokoppels, vergeet het, dat kan niet. Dus dan hebben we eerst informatie gevraagd voor binnenlandse adoptie. Dat bleek dan met wachtlijsten te zijn die ontzettend lang waren. En de mensen die we van zo'n bureau, het was een Antwerps bureau, die we aan de lijn kregen, die zeiden van nog 7, 8 jaar wachten. Dat vonden we dan eigenlijk wel heel erg lang. Hè. Op het ogenblik, je mag niet vergeten, we waren al een tijdje aan het denken over gaan we nu kinderen nemen, gaan we nu geen kinderen nemen. Dus die periode loopt al. En dan beslis je van nu gaan we eraan beginnen. En dan wil je natuurlijk dat het zo snel mogelijk vooruit gaat. En dan te horen krijgen van ja, dat duurt makkelijk 7 à 8 jaar, ja, dat is niet echt bemoedigend. Ik was op dat ogenblik schepen van de stad Brussel. En wij hadden met de stad Brussel een stedenband met Kinshasa. En een van de keren dat we daar op bezoek waren, hadden ze ons meegenomen naar een aantal weeshuizen. Op dat ogenblik heb ik wel gezien in wat voor omstandigheden dat die kinderen in Congo moesten leven. En toen ik terugkwam, heb ik tegen mijn man gezegd van kijk, we gaan gewoon proberen voor toch internationale adoptie te doen. En liefst met Congo, want die kinderen hebben dat echt nodig. Onze persoonlijke ervaring met de binnenlandse adoptieprocedure is eigenlijk echt over de hele lijn positief. Ik vond dat een heel kwalitatieve procedure. En ja, dat duurt lang, maar dat heeft dus met vraag en aanbod te maken. Heel weinig kindjes voor heel veel kandidaat-adoptieouders. En dat is iets, ja, wie kan dat oplossen? Ze kunnen geen kinderen bijmaken. Dus we hebben veel moeten wachten. Maar bijvoorbeeld, wachten is niet altijd wachten. Je leeft ondertussen. Als je in de zetel gaat zitten, boos met je armen over elkaar, van nu heb ik weer al geen kind vandaag. Ja, dan zijn we echt aan het wachten, maar je kunt ook gewoon op reis gaan en voor je petekindjes zorgen en een huis verbouwen en leven. Hè, en dan komt dat kindje wel uiteindelijk. Bij ons is alles heel vlot verlopen, op de meest natuurlijke manier, gewoon kunstmatige inseminatie. Geen hormonen. Dus ja, er kwam er eigenlijk heel weinig bij kijken. Terwijl als homokoppel is het wel wat ingewikkelder. Het was voor ons heel duidelijk dat we kinderen wilden krijgen via een anonieme donor. En ja, we hebben eigenlijk ook vrij vlug beslist dat mijn vriendin 2 maal zwanger ging worden. Omdat we het belangrijk vonden dat 2 vol broers of vol zussen gingen zijn. Het was voor ons ook duidelijk dat Griet ging zwanger worden. Zij is 10 jaar jonger dan ik. En zij had ook al die kinderwens van toen ze heel klein was. Dus ik had er totaal geen problemen mee dat zij 2 maal de biologische mama werd. Als je echt meer wil weten over holibi-adoptie en hoe ik dat persoonlijk beleefd heb, dan mag je moet niet, dit boek lezen. En toen kwam jij nu in de boekenwinkel. Merci alvast. En laat me weten wat je ervan vond.